N36 is een weg waar de laatste jaren te veel ernstige ongelukken zijn gebeurd. Ieder ongeluk is er één te veel. Maar in de volksmond en in de media wordt het de Doornweg genoemd, wat ook blijkt uit de cijfers en rapportages van de laatste jaren. In 8 jaar tijd vielen er 16 verkeersdoden te betreuren en daarnaast nog eens tal van ongevallen met letsel of materiële schade. Het zijn gebeurtenissen met een enorme impact op de direct betrokkenen. Het profiel van de N36 is nog net als 50 jaar geleden, terwijl de hoeveelheid verkeer en het aantal bedrijven aan de weg enorm is gestegen. De ernst van de situatie op de N36 is in Twente-Land en omliggende gemeenten, in de regio Twente en provincie Overijssel al heel lang voelbaar. Zoals ik al eerder zei, merken die ernst ook steeds duidelijker bij het ministerie en bij u. En langzaam maar zeker ook dat het de landelijke aandacht krijgt die het in onze ogen verdient. U bent, mede door de vasthoudendheid van ons raadslid en uw partijgenoot, de heer Balraven, en door de sterke lobby in de Eerste en Tweede Kamer, ingegaan op onze uitnodiging om hier ter plekke kennis te nemen van de harde en indringende feiten en straks ook de petitie in ontvangst te nemen. De noodzaak van een snelle, maar ook robuuste en toekomstbestendige aanpak van de N36 komt hiermee onmiskenbaar in dit. De raden van de aanliggende gemeenten Almelo, Onnen, Hardenberg, Dieren en ook van Twenteland benadrukken de urgentie van een snelle en doeltreffende oplossing, samen met de regio Twente en de provincie Overijssel. Maar ook de media berichten steeds vaker over de noodzaak van de aanpak voor de verkeersveiligheid van deze weg. Het toont aan dat de roep om een snelle en daadkrachtige aanpak breed gedragen is. We werden 2 weken geleden verrast met het bericht dat het geld, 5,6 miljoen euro, vanaf maart beschikbaar is. Wel nu genoeg reden om nu ook in de maatregelen uit Meerveilig 3 nu naar voren te halen en deze in 2015-16 ook te laten uitvoeren. Maar ook het signaleren en aanpakken van overtredingen moet aandacht krijgen. Immers, het gedrag van weggebruikers is essentieel voor de veiligheid. Je hoeft als weggebruiker maar even niet op te letten en op een niet gegevensgezinde weg als de N36 kan stuurcorrectie al fataal zijn. De onduidelijkheden in de weg, in het profiel, moeten dus voor de zomer weggenomen worden en gedragsbeïnvloeding aangewend. Daarnaast geven wij u uitdrukkelijk mee om het geplande geld voor de verkeerslichten bij Beersen ook in te zetten voor een structurele oplossing voor veiligheid en capaciteit, namelijk een ongelijkvloers kruising. We hebben het hier vooral over de veiligheid, maar de N36 is economisch gezien enorm belangrijk. Het grote en toenemend aandeel vrachtverkeer en personenauto's toont daaraan. De N36 is een hoofdader voor economisch sterke regio's zoals in Twente, in Drenthe en ook in Zwolle. Transport en logistiek in Nederland, EVO, Port of Twente en de bedrijvensector hebben hier een groot belang en benadrukken het capaciteitsprobleem dat nog fors zal toenemen in de komende jaren. Daar moeten wij op voorbereid zijn. Voor een sterke economie in Twente moet de capaciteit dus snel omhoog. Een visie vanuit het Rijk op de economische functie van de N36 is naar ons idee hiervoor noodzakelijk. We willen het niet spannender of tragischer maken dan het is. Het gaat niet om hoe klein of hoe groot cijfers lijken. We willen u zorg delen, u dringend verzoeken uw verantwoordelijkheid te nemen. Beste minister Schulz, u ziet hier de ernst van de situatie en de noodzaak tot het nemen van nodige en effectieve maatregelen. En wel op zeer korte termijn, om daarmee onnodig leed te voorkomen van nieuwe aanrijdingen en met fatale gevolgen. Bestaande knelpunten snel en doeltreffend op te lossen en ook op lange termijn om nieuwe fatale knelpunten te vermijden. Daarom nodig ik u graag uit om naar voren te komen en de petitie op de gang te nemen. Ik nodig u graag uit
En hierbij op handen verdeeld deze petitie. Ik wil wel aandelen bij je aan. In het kort voeg ik daarmee toe een dringende om. Geef de N36 de aandacht die hij verdient en dat hij vervolgens zou kunnen doen. Het eerste geld is volgende maand beschikbaar, hebben wij genomen. Haalt u op alsjeblieft de maatregelen naar voren en laat deze in 2015-16 uitvoeren. Een aantal onduidelijke situaties zo snel mogelijk aanpakken. Nu ook de onderhoudsmaatregelen aan een aantal viaducten gebeuren zal van 20 juli tot en 9 augustus. Het signaleren en aanpakken van overtredingen dat die extra aandacht krijgen. En het geplande geld voor de beheerinstallatie bij Veerzen inzetten voor structurele oplossingen, namelijk een ongelijkvloerskruising om veiligheid en capaciteit te vormen. En een studie starten naar de wijze waarop de N36 voldoende capaciteit krijgt om de economische aandacht te laten zijn tussen Twente en de andere regio's. Als u, ik hoop dat u hier ook de nodige aandacht aan zult geven, dat ik even daarbij met ons op de inzet wil komen om te realiseren op zeer korte termijn, maar wel een effectieve maatregelen. Ik zou graag even graag voor. Dames en heren, allereerst mijn complimenten aan de gemeente Twente, maar ook de andere gemeentes hierbij betrokken dat jullie zo'n stevige lobby hebben op dit thema. En dat vind ik ook heel begrijpelijk, omdat elke dode grijpt in je gemeenschap. En dat raakt niet hard maar even niet, maar dat raakt scholen, dat raakt verenigingen en dat is waar we ook aan verkeersveiligheidsbeleid op nationaal zo ontzettend veel waarde hechten en we willen ervoor zorgen dat de wegen die wij hebben, dat die veilig zijn. We willen ook dat mensen kunnen bewegen van A naar B, we willen ook dat ze wat sneller kunnen en dat zijn ook mensen van de maatschappij, dus dat doen we ook aan. We weten ook dat er geen nul risico bestaat, maar we willen in ieder geval wel ervoor zorgen dat wat we aanleggen, dat we daar rekening gehouden hebben met alle veilige maatregelen en zorgen dat er mensen gewoon gebruik kunnen maken van de weg. Zowel als je er over moet steken als wanneer je erop zit, dan ook op de veilige manier kunt doen. Dus wat dat betreft mijn complimenten voor het werk wat u heeft verricht om dit ook goed in beeld te brengen. Dit speelt natuurlijk hier, maar dit speelt ook op vele andere vlakken in Nederland. Dat er wegen zijn waarvan je zegt, nou, die voldoen niet meer aan de meest optimale condities. De aanzien van de mobiliteit van de en ik ga ook graag met u aan de slag. Ik heb net een oproep gekregen om niet alleen kennis te nemen, maar ook in actie te komen. Zowel de burgemeester als inderdaad de heer Walraven, die mij al eerder, ik geloof via LinkedIn of ik weet het niet meer, heeft opgeroepen had om dit te doen. Ik zal er ook mee aan de slag gaan. We hebben eerder al geld vrijgemaakt voor maatregelen. 5,6 miljoen en al eerder 0,9 miljoen die al geïnvesteerd was in de afgelopen periode. En dat bedrag, dat geld, dat staat beschikbaar in de periode van 2015 tot 2018. Die wordt ook door de Kamer gevoteerd. En ik zal kijken naar een oproep hoe we binnen die tijdspanne misschien wat sneller kunnen doen. Maar dat moet ik ook altijd netjes doen, want elke kasschuif moeten wij ook weer in de Kamer voorleggen. Van niet anders weer straf, maar daar wil ik kijken hoe we daar creatief mee kunnen omgaan. Ik kan niet precies zeggen wat er voor de zomer of niet kan gebeuren, maar wel kijken of we kunnen versnellen binnen die driejaarsperiode. Het budget wat we hebben, dat zal ook in gaan spelen in het oplossen van de meest urgente problemen. Ik heb het gezien in de film, het heeft te maken met tekorten in- en uitrijstromen, die natuurlijk gevaar opleveren. België rijden, in België rijden, dan zie je altijd dat de stroken er heel anders uitzien dan bij ons, dat je heel snel je keuzes moet maken. Nou, dat is eigenlijk wat u ook hier zegt. We hebben tekorten in een uitvoer gestoken en dat leidt gewoon tot gevaarlijke situaties. Ofwel omdat je mee kunt afremmen, ofwel omdat je geen tempo genoeg hebt als je erop gaat komen. Dus ik denk dat het budget daar naartoe moet gaan en het andere hoofdpunt is de markering. Ik heb het net ook gezien, ik ben vanmorgen ook weer weggereden, maar het was natuurlijk heel rustig en dan zie je ook niet de problematiek. Als je het filmpje hier pakt, dan zie je natuurlijk gewoon de problematiek van de niet doorgetrokken.
trokken strepen, terwijl je gewoon te maken hebt met twee eenmaandse wegen. Dus ook daar in die markering en de duidelijkheid moet volgens mij het budget weer gespoed worden. Het derde punt waar het over heeft, is zijn niet gelijkvloerse kruisingen en de B-wegen. Dus dat heb ik ook gezien in het filmpje. En ik heb ook de discussie over het kruispunt bij Wiersen. En daar hebben we onderzoek laten doen. En ik zeg voor jou, we moeten nou best kunnen oplossen. En uit dat onderzoek bleek dat ook verkeerslichten een goede oplossing biedt. En tegelijkertijd zegt u van, nou ja, maar ga dan een stap verder en maak er dan meteen een robuuste oplossing voor de toekomst ook van. Ik kan niet zomaar, want het budget scheelt geloof ik zo'n 10 miljoen tussen de oplossing verkeerslichten en de aanpak van de kruising met ongelijke vloers. Ik kan natuurlijk niet zomaar zeggen dat doen wij erbij. Maar ik ben wel bereid om te zeggen, wij hebben in ieder geval onze eigen oplossing verkeerslichten. En laten we dan verder praten met de gemeente en de provincie en eventueel andere belanghebbenden. Of er andere mogelijkheden zijn om de financiering in te zetten en medefinanciering te krijgen om tot een robuuste oplossing te komen. Maar laten we dan ook met elkaar afspreken wanneer we daar uiteindelijk uit willen zijn. Want je wil ook niet dat het kruispunt lange tijd niet aangepakt wordt in afwachting van. Nou, ik zit ieder jaar aan tafel in het bestuurlijk overleg Niert, waar de bestuurders ook zitten en waar dit soort dingen ook gewoon aan de orde kunnen komen. Tot slot iets. Heel anders, wat niet zozeer te maken heeft met budgetten of wat het Rijk kan doen, of misschien ook wat de gemeente kan doen, maar in alle berichten die ik hier de laatste tijd hierover gekregen heb, want duidelijk was dat ik deze kant op ging, zijn er veel meer mensen geweest die me hebben gemaild of ge-sms'd of met hun eigen oplossing kwamen. En zijn er ook heel veel mensen geweest die zeiden, ja, maar het is niet zozeer inrichting, het is ook heel erg gedrag. Nou, dat werd ook volgens mij even nog wel door u genoemd. En ook dat is iets, we zouden kunnen kijken hoe we daar toch ook wat meer aandacht aan kunnen besteden in de campagne of, en dat zijn dingen die we dan ook samen zouden kunnen doen, om mensen ook echt op te wijzen dat we zijn nu aan de slag om de infrastructuur te verbeteren, maar als we het gedrag niet verbeteren, dan gaat het uiteindelijk ook niet werken. Dus daar zou ik toch ook wel graag een beetje over willen doorpraten of met mensen over willen doorpraten. Kunnen we nou ook zorgen dat het gedrag verbeterd wordt? En dat het inderdaad niet ingehaald wordt op plekken waar het totaal onverantwoord is. Het zal altijd een combinatie zijn. Want je kunt alle bomen kappen die je wilt, maar als mensen vervolgens onverantwoord gedrag vertonen, dan heb je uiteindelijk steeds een probleem. Wij proberen daar ook vanuit het kabinet meer op te handhaven. Alcoholslot, even wat problemen met de rechter daarmee, maar ik vind het wel altijd heel belangrijk dat mensen met drank op achter het stuur het absoluut niet op de mogelijkheden behoren. Maar ook discussies over handsfree bellen en andere bopmaatregelen. Dus wij sturen daar wel heel sterk bij op. Dus het is altijd een kwestie van en. Ik zeg het voor, ik wil kijken hoe we het bestaande budget sneller kunnen. Ik wil ook met u een gesprek over of we in plaats van verkeerslicht kunnen komen tot een robuuste oplossing. Maar ik wil daar ook wel verwachting tempen dat wij daar nou in één keer 10 miljoen bij kunnen gaan leggen. Ik weet niet wat ik daarmee wil stellen. Antwoord op uw vragen gegeven. Oké, nou, ik hoor u zeggen dat we een gesprek daarover moeten blijven aangaan. Daar ben ik heel blij mee. Dat we die opening geven naar het gesprek in ieder geval nu vorm en inhoud geven en daar mee aan de slag te gaan. Ook met de verantwoordelijke overheden, dus gemeenten, maar ook provincie, het Rijkswaterstaat. Om daar ook zaken te versnellen waar ook maar enigszins mogelijk. En dat is voor ons wel een hele mooie uitspraak die u daarin doet. Dat is, ja, nou, daar zullen we zeker mee aanhaken en ook de mogelijkheden die u daarin biedt, dat die ook zullen gebruiken. En ik ben blij dat u daar ook met ons in gesprek wilt. Volgens mij is het verkeersveiligheid is iets waar je nooit te lang over moet debatteren. Dat is wel belangrijk. Het Rijk, de gemeente, de provincie. En vooral voor de mensen zelf. Daarom moet je daar ook niet te veel compromissen op sluiten. En tegelijkertijd hebben we het voor het hele land. Want we hebben het te doen en het kan niet overal tegelijkertijd.
u heeft laten zien dat het hier, en dat zie ik ook in de cijfers, afwijkt nog van landelijk gemiddelde qua ongevallen, wat u dan in de boodschap is. En ik denk dat we moeten kijken op wat ze meer kunnen maken. Dan wil ik u, mijn naam is Alain Vaatse, communicatieadviseur van de gemeente. Ik wil u beide even vragen te blijven staan, want we willen de zaal nog wat gelegenheid geven om wat vragen te stellen. En daarbij willen we in ieder geval, de heer Balraven de eerste gelegenheid geven om de eerste vraag te stellen. Ik loop even de mensen langs met de microfoon, zodat het voor de hele zaal ook goed te verstaan is. Mensen die vragen hebben, wil ik vragen om zich even voor te stellen op het moment dat ze de vraag stellen en dan hun vraag stellen. Ik loop even. Dankjewel, Alain, voor de gelegenheid de minister een vraag te stellen. En ik heb het opgeschreven en ik heb gebruik gemaakt van de gelegenheid om toen ik hoorde dat u toch 30 minuten kwam om een iets langer te maken. Ik wil echt beginnen met het persoonlijk medewerken van de minister te bedanken voor de medewerking om de minister te bewegen naar Twenteland te komen. We hebben vanaf begin januari intensief mailcontact met elkaar gehad en dat is goed en fijn verlopen. En met de resultaat. Bedankt, Lennart, samen en mooi dat u weer bent, minister. Zodra je statistisch te werk gaat, worden dodelijke ongelukken helaas slechts cijfertjes en lijkt de persoonlijke betrokkenheid op afstand te komen. Cijfers zijn nu eenmaal kil. Het risicocijfer voor de N36 is 0,019. En dit cijfer is voor vergelijkbare wegen 0,016. Je bent geneigd dit cijfermatig af te doen als wel een heel klein verschil. Maar het is wel degelijk een verschil van bijna 20%. En dan zijn de 3 dodelijke ongevallen van 2014 en die ene in 2015 in deze berekening nog niet eens meegenomen. Voor ons is iedere dode er echt 1 te veel. En mede daarom hebben wij de N36 als gezamenlijke politieke partijen van Twenteland op de agenda gezet. En hebben wij de petitie ook samen opgesteld. Best wel een uniek feit, zeker gezien de datum waarop de petitie het leven zag aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen. Op dat moment worden normaal gesproken de verschillen meestal alleen maar uitvergroot. We zijn blij met uw toezeggingen tot nu toe, minister. En hopelijk vindt ook de Rijkswaterstaat de ruimte in de agenda om de werkzaamheden ook versneld uit te voeren. Maar daarmee zijn we er nog niet. De N36 moet structureel worden aangepast, waarbij naast het veiligheidsaspect ook het economisch belang moet worden meegenomen. In Twenteland hebben we een groot aantal transport- en transportintensieve bedrijven en ook de ontwikkeling van het XL Business Park zorgt voor extra vervoersbewegingen. Veiligheid en economisch belang kunnen volgens mij heel goed samen. En voor Twente is een goede infrastructuur in meer dan 1 opzicht beslist van levensbelang. En nu zit ik voor een dilemma, want nu kom ik met mijn vraag. Maar de wethouder heeft het gras voor mijn voeten weggemaaid. En de minister heeft het antwoord al gegeven. Ik ben blij dat u het op de agenda wilt blijven houden. Wij zullen niet nalaten om u daaraan te helpen herinneren. En ik hoop dat we samen snel een oplossing voor de situatie op de N36 kunnen vinden. Ik dank u wel. De vraag was inderdaad al beantwoord, maar ik dank nogmaals de heer Walraven om het onder aandacht te brengen. Tezamen met de anderen die ik besef dat het een gezamenlijke actie is geweest van verschillende partijen. Ik wist niet dat hij al zo lang lag als hij nog van de gemeenteraadsverkiezing was, maar ik begrijp ook dat hij in deeltjes getekend is, vroeg ik net even. Het is goed dat we elkaar nu voor de provinciale verkiezingen dan in ieder geval nog spreken. En we moeten in ieder geval zorgen dat het voor elke andere volgende verkiezing weer opgelost is. Laten we het zo voor. En qua economische activiteiten, want ik snap natuurlijk heel goed uw wens, en die is er bijna overal ook in het land, verbreding, vergroting. Wij kijken elke 2 jaar van waar zitten nou de capaciteitsknelpunten en waar vinden we dat een rijkswet aangepakt moet worden.
Dan plannen we ook meerjarig, zodat we ook heel lang van tevoren weten van, waar gaan we nu verder verbreden of waar gaan we aan de slag. En dat doen we dus ook altijd in deze strik. We zien nog niet de capaciteitsknooppunten. En dat heeft er mee te maken dat ze in relatie tot andere projecten gewoon wat naar achter vallen. Maar ook hiervoor geldt dat, dat hebben we dat net met Groningen gedaan. Dat Groningen zei, ja, onze N33 komt ook niet in beeld voorlopig. Maar wij vinden het zelf ook belangrijk om de Eemshaven te ontsluiten. Dus hebben we ook bijdrage geleverd, een hele forse bijdrage aan de ontwikkeling van die weg. En ik kan niet anders dan steeds kijken naar de landen van welke euro rendeert waar het beste. Dat is mijn verdeelmechanisme. En tegelijkertijd, en ik moet ook zeggen, er is ook niet heel veel beschikbaar in de nabije toekomst, omdat budgetten al 5 jaar zijn belegd en dat in het kader van economische stimulering heel veel projecten naar voren willen trekken. Maar aan de andere kant zeg ik altijd wel, ja, als regio's of provincies zeggen, nou ja, we weten eigenlijk niet wat we moeten doen met ons geld, soms komt dat voor. Of we willen heel graag investeren, ja, ook dan zijn we toch ook op het moment dat we in elkaar gesprekken. Oké, ik begreep net dat het programma toch wat krapper is dan bij ons.